volume. Dames en heren, dank voor de uitnodiging om hier vandaag aanwezig te zijn en zelfs nog een actieve rol te mogen vervullen bij de opening van het 10e zichtbedrijf en bij de aftrap van de publiekscampagne Stap in de Stal. En dat mag ik dan samen doen met de heer Jonik en dat is mij een grote eer. Dames en heren, toen ik voor het eerst in contact kwam met het fenomeen varkens in zicht, moest ik denken aan een oude Chassidische vertelling. En ik ga u die vertellen. Het gaat namelijk als volgt. In een droom liep ik een winkel binnen en achter de toonbank stond een engel. En ik vroeg aan die engel, wat verkoopt u hier? En die engel zei, alles wat u maar wilt. En ik zei, oké, dan wil ik graag vrede op aarde, geluk, geen honger meer, geen armoede meer, gezondheid, onderdak, vrijheid, leuke vakanties, respect voor iedereen. Dat was alles wat ik wenste. Wacht even, zei de engel, want u begrijpt me verkeerd. Wij verkopen hier geen vruchten. Wij verkopen hier alleen de zaden en die kunt u zelf zaaien. Dames en heren, over chassidische vertellingen moet je meestal even nadenken en dat is ook hier het geval. Als je iets wilt bereiken, zul je dat zelf moeten zaaien. En zo zie ik ook varkens in zicht. Door transparant te zijn, geeft de veehouderij de consument de kans om te kiezen en dus ook om zelf te zaaien. En daarmee legt u de kiem voor een beter dierenwelzijn en een menselijke veehouderij. Burgers zijn kritisch als het gaat om dierenwelzijn. Overigens niet alleen in grote steden, ook in andere gemeentelijke gebieden. Maar als er echt iets wil veranderen, dan moeten zij zelf kunnen zien waarvoor ze kiezen. Ze moeten ook zien dat aan meer duurzaamheid een prijskaartje hangt. Want het kan niet zo zijn dat je als burger het ene moment dit beweert, het pleit voor meer dierenwelzijn, maar vervolgens de supermarkt binnenstapt en je dan als consument geheel anders gedraagt. Dus dat moet wel met elkaar in verbinding staan. Consumenten zullen op die manier inzien dat ze zelf ook iets zaaien, elke keer als ze een stukje vlees kopen. Die keuze beïnvloedt niet alleen hun eigen portemonnee, maar ook aspecten als dierenwelzijn en milieu. En datzelfde, dat zaaien, geldt ook voor maatschappelijke organisaties en actiegroepen. Het is belangrijk om je te realiseren wat je wilt oogsten. Wat je moet zaaien, hangt daarvan af en dat bepaalt ook wat je wilt bereiken. Het heeft vaak geen zin om alleen maar te protesteren en alleen maar aan te geven wat je niet wilt. Zo blijf je haaks en recht tegenover elkaar staan. Soms, sterker nog, vaak, moet je juist het goede steunen en meedenken om dat doel te bereiken. En ik ben dan ook blij om te merken dat steeds meer maatschappelijke organisaties zich daarvan bewust zijn. Dat zij daarom samenwerken en willen meedenken met ondernemers en de overheid. Dat geldt ook voor de sector in de landbouw. Zo houdt de varkenshouderij van de toekomst voeling met de maatschappij. Hulde daarvoor. De sector krijgt alleen een goed imago als de sector het zelf goed doet. En dat geldt ook voor het behoud van een goed imago. Je behoudt alleen een goed imago door je open te stellen, door het goed te doen en door dat te laten zien. Be good, wees goed en vertel dat, laat dat zien. Het is een oud public relations motto en niet voor niks. Varkens in zicht, dames en heren, is wat mij betreft een goed begin. U gaat meer aan de weg timmeren. Een publiekscampagne, meer zichtstallen, dat juich ik toe. Hiervoor aan de weg staat een groot varken, dat trekt aandacht en misschien fietsen de mensen het erf erdoor op. Ik juich dat dus toe. Sommigen hebben kritiek, u zou alleen de mooie kant van de veehouderij laten zien. Laat ik daar dit over zeggen. Ik vind het belangrijk dat de samenleving een reëel beeld van de varkenshouderij krijgt. Een onecht beeld, een niet terecht beeld, zou de kloof alleen maar vergroten. De zichtbedrijven voldoen aan de wettelijke normen en ze geven een beeld van de varkenshouderij zoals die over een aantal jaren moet en zal zijn. Maar ze laten niet alle facetten van de varkenshouderij zien. U doet er dan ook goed aan om mensen duidelijk te maken dat varkens het nog niet overal zo goed hebben, maar dat we daar gezamenlijk hard aan werken. En het is ook goed om te laten zien en te vertellen dat het niet alleen bij de varkenshouders zelf ligt. Meer dierenwelzijn in producten moet ook door consumenten en actiegroepen worden
erkend en ook daar moet een verandering gezaaid worden. Daarom werken wij als ministerie er ook op een andere manier aan, met name door de consument de keuze te geven. Ik denk daarbij, ik wijs daarbij ook op de campagne van het voedingscentrum, dat deze zomer met financiering van mijn ministerie van start gaat. En de slogan is: het dier kan niet kiezen, u wel. Het dier kan niet kiezen, u wel. Ik denk daarbij ook aan initiatieven om te komen tot duidelijke etikettering. En dan, dames en heren, is er nog LTO, die samen met de dierenbescherming en de rest van de keten de knelpunten op het gebied van dierenwelzijn wil oplossen. Zoals het onverdoofd castreren van biggen, de ontwikkeling van de Comfort Class stal en een lijn van duurzame, diervriendelijke varkensvleesproducten. Dat alles, gecombineerd met elkaar, vergroot het vertrouwen tussen de varkenshouder en de samenleving. Dames en heren, in alle sectoren zijn voorlopers nodig en bezig. Mensen, ondernemers, die hun nek durven uitsteken. En ik zie het als mijn taak als minister om initiatieven die uit de branche zelf voortkomen, om die te stimuleren en te zorgen dat ze de wind in de rug krijgen. Op die manier wil ik de voorhoede in staat stellen om de grote massa, om het peloton, met zich mee te nemen. Daarom investeer ik in zaken als de campagne Stap in de Stal. De uitdaging voor de komende jaren is om de kloof tussen de consument en zijn voeding, tussen de samenleving en de veehouderij en andersom, te overbruggen. Laten we werken aan een veehouderij waar alle 16 miljoen Nederlanders trots op kunnen zijn. Het gaat mij om het realiseren van dit soort grotere doelen. En daarvoor is een lange adem nodig. Het begint met zaaien, het gaat verder met koesteren en goed verzorgen. Want, zoals de engel uit de vertelling waarmee ik begon heel goed wist, om mooie vruchten te oogsten heb je niet alleen goede zaden, maar ook daadkracht, vasthoudendheid, liefde en veel geduld nodig. Ik dank u voor uw aandacht.